vandaag zaterdag, oftewel ik begin weer een nieuwe weekendvlog. Leuk dat je kijkt. Het is de 16e. Echt, ik weet niet wat het is. Misschien naarmate ik ouder word. Maar de tijd gaat zo ontiegelijk snel. Vroeger ging het voor mijn gevoel heel langzaam. En I don't know, maar... No internet. Ik kan je echt niet vertellen hoe vaak ik geen internet heb. We zijn laatst overgestapt van internet. En ik betaal echt bijna 100 euro per maand voor internet en tv. En waarom? Omdat ik gewoon heel goed internet moet hebben voor YouTube. Bijvoorbeeld voor uploaden. En ik zit hier in Amsterdam. En excuus was ook van, ja, je zit in Amsterdam, zoveel internet. Nou ja, is goed. Dan neem ik maar gewoon meer internet. Nog als dat de reden is dat ik geen internet heb. Of beter internet, zo moet ik het zeggen. En nu heb ik beter internet en die issue is hetzelfde. Dus ik word helemaal gek. Maar ja, oké, vandaag staat er even iets op de planning. Ik ga namelijk zo meteen naar Julie toe. Even de router uitzetten. Naar Julie toe, naar mijn beste vriendinnetje. En ik weet niet of mensen dat weten, maar zij is dus hoogzwanger. En ik ga haar huis opruimen. Want zij heeft best wel een zware zwangerschap. En dat is heel erg vervelend voor haar. Want wat het is dat zij gewoon eigenlijk heel veel last heeft. En nou ja, ze zit eigenlijk al bijna de hele zwangerschap thuis. Gewoon ziek thuis. En dat is echt heel erg vervelend. En ze heeft eigenlijk gewoon een beetje moeite met het huis gewoon houden. En volgens de dokter, iedere keer als ze naar de dokter gaat, of de verloskundige belt of whatever, moet ze meer rust nemen. En meer rust nemen en meer rust nemen. En dan appt ze me van, ja, maar hij is aan het roep. Dus ik zei, oké, ik ga zaterdag gewoon even de ochtend schoonmaken bij jou. Dus dat ga ik doen zometeen. Ik moet heel eventjes nu wat doen voor werk nog. Helaas. En daarna ga ik dus die kant op. Introotje was eigenlijk een beetje voor niks. Ik ga niet meer naar Julie toe. Julie en haar man Mo zijn allebei echt ziek. Ziek. Niet dat zij iets hoefde te doen natuurlijk. Maar ze zegt dat ik beter volgende week kan komen. Omdat ik anders ook ziek word. Want ze hebben elkaar nu aangestoken. En ik ga daar dus niet meer heen. Ik ben wel gewoon aan het editen geweest nog. Nu in de ochtend. Het is al 10:30. Dus ik ben echt blij dat ik al best wel wat af heb. Maar ik ga heel veel in bad trouwens. Want ik ben echt heel smerig om mijn haar wassen. En het weekend. En ik had wat van Lush gekocht. En ik moest die gewoon proberen. Ik was met Sabrina. En Sabrina die zag hem. En toen dacht ik, die wil ik. Het is een overzien bath bomb. Moet ik gewoon in het water laten vallen. En dan moet ik genieten. En het ruikt zo lekker. En wat ik ook vandaag ga doen, is mijn thuis chill lades, want ik heb er twee, met kleding vol met dingen die ik niet naar buiten aan doe, maar wel thuis, ga ik ook uitzoeken. Want er staat nergens op dat ik daar twee lades voor moet hebben. Dus dat ga ik vandaag ook uitzoeken. Wasjes blijven doen, schoonmaken. Ik ben helemaal klaar met editen, dus dat is ook heel erg fijn. Oké, als jullie afgelopen, ik zal jullie even een stukje naar beneden halen. Oké, als jullie afgelopen zondag de video hebben gezien, dan hebben jullie ook nog gezien dat ik deze stoel vintage heb gekocht. En mocht je dus benieuwd zijn hoe die er echt helemaal uitziet, dan nu blokkeer ik het natuurlijk een beetje. En wat de prijs is, want dat is echt... Oh my god, beste vintage find ever. Oké, ik ben dus nu op het moment in mijn oude slaapkamer zit. En op het moment is het dus niks. Het is een beetje een rommelkamer. Hier waar ik nu zit kon ik tot voor kort niet zitten. Want hier stonden allemaal kledingzakken. Daarom heb ik een tijdje geleden ook een closet sale gehad. Maar ik moet deze kamer gaan verbouwen. En ik zit erover te twijfelen om daar ook gewoon lekker om dat lekker te filmen. Ik heb net trouwens iets nieuws geprobeerd van de Lush. En het is echt heerlijk. Ik ga het zo meteen even laten zien. Niet gesponsord, gewoon... ziek voor betaald. Ik was dus bij de Lush en toen ging ik dus vragen van wat kan ik gebruiken voor mijn gezicht, want ik heb hier last van, hier last van, hier last van. En toen kreeg ik een soort van potje in mijn handen gedouwd en dat was 52 euro of zo. En toen zei ik echt zo, maar dan niet zo duur. Ik ga het wel gewoon nu filmen. Ik ga nu een video beginnen met nat haar. I know, maakt niet uit. Ik moet het gewoon nu doen. Het is toch een extra video op mijn YouTube kanaal. Dus binnenkort oude slaapkamer makeover tot filmkamer. Want dit moet echt mijn filmkamer gaan worden. Oké, doei.
Oké, ik ben dus begonnen met filmen en ik wil nog heel veel laten zien wat ik dus van de Lush heb, want anders ga ik dat vergeten. Het heet Argan Naked Face Oil. Zo heet het en het ruikt freaking lekker. En ik ga het even niet met mijn vingers aanraken, want dan gaat het smelten. Maar dit is het. Het is een soort van zeepje en die ga je dan over je huid heen brengen. En daarna heb ik hem weer afgespoeld. Naar de precieze werking. Ik heb het ook maar eventjes van iemand van de winkel. Dus over je gezicht en dan gaat het smelten op je gezicht. Dan wreef ik het een beetje erin en dan heb ik het eraf gewassen. En het voelt heel erg lekker. En het schijnt heel goed voor je te zijn. En ik weet dus niet meer precies hoeveel geld dat was. Maar ik wilde het gewoon even proberen. Een was eruit halen. En daarna ga ik verder met filmen. Oké, ik ben dus bezig met het opruimen hier. En ik ben er zo blij mee dat ik aan ben begonnen. En ik heb ook inmiddels de stofzuiger beneden staat aan. We hebben zo'n robotstofzuiger. Niet dat dat echt een accomplishment is, zo bedoel ik het niet. Maar daar wordt dus wat schoongemaakt. Ik ben hier aan het opruimen. De derde was van vandaag zit er alweer in. En daarna moet ik denk ik stoppen, want ik heb geen plek meer om alles te drogen. Gezien mijn droger dus. Hoor je dat? Wasmachine. En ik heb mezelf gewassen vandaag, dat is ook echt weer wat. Oké, ik heb nu weer een andere outfit aan, omdat ik nu even nog wat moet filmen. Dus ik ga nu heel eventjes wat filmen. Oké, dat heb ik gefilmd. Ja, soms heb ik dit gewoon nodig. Dan ben ik gewoon de hele dag thuis. Even in mijn eentje doe ik echt even veel. Dan verzet ik gewoon voor mijn gevoel soms bergen. Met was, dat sowieso. Maar ook gewoon dingen van mijn to-do list afstrepen. En dat vind ik gewoon chill. En dan ga ik zo meteen naar de Albert Heijn. Voor patat en iets van groenten. Ik heb echt zin in patat. Ah. Oké, ik ben helemaal broken. Ik ben echt 3 uur bezig geweest in de kamer die ik nu met liefde gewoon achter me dicht trek. Ik ga wel nog zo meteen de stofzuiger hierboven aanzetten. Het is 6:30 inmiddels. Dus ik ga... is het 6:30? Oh, het voelt later namelijk. Het is 6:15. Nou, ik ga namelijk even wat eten halen. Hey. Oké, en wat ik ga eten, moet ik heel even kijken. Maar ik heb in ieder geval een paar feestvervangers gekocht. Omdat het fucking relaxed. Ik ga echt even weglopen hiervan. Het is namelijk de week zonder vlees. Oftewel, alle vleesvervangers zijn in de aanbieding. Dus deze ook. En ik ben er heel blij mee. Ik heb van alles ingeslagen. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ik eet namelijk nauwelijks vlees. Dus broccoli burgers worden het vandaag. Met patat. En ik denk zelfs ook nog doperwten. Ik heb zin in doperwten. Dus dan heb ik broccoli, doperwten en patat. Ik vind het een goeie. Oké, tot zo. Ik heb te veel patat gemaakt. Hier is mijn broccoli burger. En geen plek voor doperwten, maar die komen er gewoon bij. Ik ga het forceren. Jongens, ik ben blij. Echt, ik heb net gegeten. En met trots kan ik meedelen dat ik alle patat op heb gekregen. Maar ik heb dus, doordat het die week zo... Ik zet jullie gewoon in de koelkast, hè, donker. Op kaas. Doordat die week zonder vlees is, heb ik dus allemaal vleesvervangers gekocht. En ik dacht, nou, die ga ik gewoon allemaal proberen. Geen spon, jongens. I wish. Maar deze heb ik dus net gegeten. En dat is wel de grap. Dat is van het merk So Fine. En die hadden mij gemaild of ik wilde samenwerken. En toen heb ik een voorstel geschreven. En toen zijn ze met een andere influencer, zeg maar, samen gaan werken. Niet bij mij. Bonnie, ik ben heel blij dat jij het doet. Maar deze dus is freaking lekker. Is echt heel lekker. Ik wilde er gewoon deze ook, want ik heb er dus nog maar eentje in zitten nu. Ik wilde deze nu ook gewoon op bakken, maar dat is onzinnig. Ik heb ook een bietenburger gekocht. Gewoon echt bieten. Die is van het merk van Jumbo, Veggie Chef. Ben ik heel benieuwd naar. Ga ik waarschijnlijk maandag met mijn moeder eten. En deze krokante kipsnitzel ook van Veggie Chef van de Jumbo. En hier was het dus tweede gratis. En bij Koop, C-O-O-P, was trouwens elke vleesvervanger 1 euro. Bij de Lidl is het 2 voor 1 euro. Dat is echt niet normaal allemaal. Lekker, lekker, lekker. Ik vind dat soort aanbieding echt vet goed. Het is namelijk echt een zieke korting. Maar op die manier zijn er mensen hopelijk die ook lekker gaan proberen en iets minder vlees proberen te eten. Ik zeg niet dat jij dat ook moet doen per se, maar ik geef gewoon aan dat ik het een toffe actie vind. Dus, oké. En ik heb eigenlijk echt spijt dat ik geen toetje heb gekocht. Eigenlijk heb ik zoveel zin in muffin mix. Maar dat heb ik al zo lang niet gegeten. En mocht je je afvragen, ja, ik eet dan gewoon de mix rauw. Wat ik ook bijvoorbeeld doe is het deeg van appeltaart. Ik vind zelfs pizzadeeg een beetje lekker.
croissantjesdeeg ook. Ik ben echt een van die gekkies die dat lekker vindt. Laat in de comments dus heel veel weten of jij ook zo'n gekkie bent of dat je iets anders rauw eet. Die had ik ook wel eens at. Even tegenovergestelde van net. Rauw gehakt. I know, word je ziek van. I know, maar ik was echt jong en ik wist niet heel veel beter en ik vond het lekker en ik had echt dan zo'n heel klein beetje. Ja. Oh, en rauwe spekjes. I know, ik weet het, ik weet het, ik weet het. Iedereen heeft waarschijnlijk gewoontes die niet gezond zijn, niet goed zijn, whatever. Maar dit zijn niet van mij. Oké, het is inmiddels weer even wat later. Ik heb toch nog een was erin gedaan. Zico is thuisgekomen en onder het mom van Zico, je moet deze burger echt proberen, heb ik een burger gegeten en zo'n stukje aan Zico gegeven. Dus ik ben weer helemaal content. Maar je vond het lekker? Mm-hmm. Nee, hij zei, ik snap dat je dit lekker kan vinden. Ja. Vond je het? Maar het ik vond niet bijvoorbeeld echt een broccoli smaak. Nee, maar ja, klinkt heel stom, maar als ik aan een burger denk. Je hebt toch ook gewoon kipburgers? Ja, maar ik neem ook nooit een kipburger. Ik neem ook nooit een kipburger. Ja, oké. Okay. Ja, ik snap het al. Gewoon als ik aan een burger denk. Het is oké. Nou ja, ik zal jullie even laten zien wat de issue is hier. En dat is het eigenlijk al jaren. Hierin zitten mijn broeken. En ik heb alle ruimte nodig. Echter zijn Zico's broeken nu ook hierin verdwenen. En op een stapel links van me en op een hoopje rechts van me. En er moet eigenlijk een beetje verandering komen. Wat is er? En over de rand. En over de balustrade inderdaad. Hier in de onderste la zitten chillkleren. En hier in de bovenste la puilen de chillkleren ook weer uit. En dat heb ik dus eigenlijk gewoon niet nodig. Dus wat ik eigenlijk ga doen... En je hoort, sorry, de stofzuiger. Zal ik hem gewoon... Hij stopte! Ja, en luister naar mama. Dus wat ik ga doen, is eigenlijk gewoon beide lades met thuiskleding en chillkleding en kleer dat vies mag worden en whatever, er gewoon uithalen. En ervoor zorgen dat het in één lade kan, gewoon hieronder, lekker zo rechts erop. Onder dat hier mijn broeken komen, hier mijn broeken en hier die van Zico. Ja. Misschien ik het Zico niet aan ga doen om daar eigenlijk en een beetje naar te luisteren. Van, oh, dit broekje was dit zo lekker. Hé, hey, die moet weg. Oh, die hou ik. Wow. Ga ik dit lekker versneld doen. En dat jullie dat weten. Hey, slaapmasker. Lade 1 is leeg. En lade 2. Oh, dit is toch niet normaal. Hier zit ook trouwens nog wat sportkleren tussen. 1 shirt dus. Nee, 2. Maar dit is echt niet normaal. Dit is heel heftig. Heel heftig. Oké. Waar moet ik nou beginnen? Oké, ik ga gewoon beginnen. Ik ga het gewoon doen. En ik ga dus... Hé, nog een slaapmasker. Het past in één lade. En ondertussen staat de tv ook aan. Of in ieder geval zie ik ook kijk tv. En ik kan niet laten, maar ik wil echt mijn bed in. ik moet nog wel even één wasser uithalen. En ik ben echt helemaal stuk en helemaal klaar met al het opruimen. Dus ik ga één wasser nog uithalen, ophangen en slapen. En morgen ga ik dus deze broeken in de lege la doen. En ik kan niet wachten. Jawel, ik kan wel wachten, want ik ga eerst slapen. Oké, tot morgen. Good morning, het is nu zondag en het is nog best wel vroeg. Dus ik moet eigenlijk een beetje rustig aan doen. Hey, moppie. en ik ga eventjes wat eten. 'Cause I'm hungry. What's new? Hey, inmiddels is het zondagavond. Ik heb helemaal niet zo heel veel gevlogd.
niets eigenlijk, sinds vanmorgen. Had een paar redenen. Ik had een video online gezet vandaag en ik kreeg best wel veel irritante comments weer, waardoor ik aan... sorry, dat ging niet meer lekker. Maar ik kreeg best wel wat irritante comments over mijn wenkbrauwen. Daar irriteerde ik me aan en ik wilde gewoon niet dat ik me daar erg veel door liet kennen of daar op een andere manier over zou praten dan dat ik nu doe. Dus ik ben helemaal cool. Maar ik had dan gewoon geen zin om mijn vlogcamera op mijn gezicht te hebben en dan mijn wenkbrauwen te zien en dan lopen twijfelen aan mezelf. En dat irriteerde ik me gewoon aan. Dus daar had ik gewoon geen zin in. En ik ging naar mijn schoonouders en dan film ik toch eigenlijk nooit. Dus toen dacht ik, nou prima, laat ik heel die camera maar lekker thuis en dan boeien. Ik ga slapen. Of na slapen, ik ga gewoon mijn bed in en Walking Dead kijken. Het is pas 8:30, maar ik ga ook nog heel veel editen. En daarna Walking Dead kijken en slapen. Ik ga gewoon chillen, mijn bed in. Ik heb eigenlijk zin in Muffin Mix. Ja? Ik heb zin in Muffin Mix! Echt niet. Ik heb er vandaag inderdaad naar gekeken. We gingen naar de Albert Heijn. En toen liep ik zeg maar naar het pad waar de Muffin Mix was. En toen ging ik zo kijken. Toen zei ik oké, ik heb het gezien. En toen gingen we weer weg. Zeg maar, mensen hebben toch craving in chocola of zo? Nou, ik heb craving in Muffin Mix. En verder heb ik vandaag met mijn schoonmoeder allemaal VT Wonen bladen doorgekeken. En dit is een foto die ik op Instagram heb gezet. En ik kreeg al best wel veel DM's. Van, ben je inspiratie op aan het doen? Wanneer komt er weer een woonkamer makeover? Etcetera, etcetera. Dus dat vond ik heel leuk. Verder lekker gegeten ook. En ik zal morgen nog wel eventjes proberen te vloggen. Kom maar, dikke. Tegen mij? Nee. Kijk, Zico die denkt dat we een hond hebben. Of die wil een hond hebben. Zitten. Dit doet hij echt elke dag met haar. Nee. Zit. Ja. Jullie zijn zo schattig. Schattig. Gaan we echt naar mee? Ja, ik heb echt geen zin om te lopen. Jezus. Dat vind ik echt niet normaal. We gaan naar de Albert Heijn. Na maanden ga ik weer Muffin Mix eten. Volgens mij is het weken, niet maanden. Maar Zico wil niet lopen. Scooter achterbandslek, dus daar gaan we nu ook weer mee. Dus nu gaan we met de auto. Voor de mensen die zeggen, vervuiling. Deze is elektrisch. Het is altijd een goed idee om te kijken of je energie... Zeg maar, ja, hybrid, hybride. Maar we moeten echt heel kort rijden. Dus alles rijden we elektrisch. Oké, ik heb genoten. Waarom ik dan met een muts op binnen zit, weet ik niet. Vind ik gewoon lekker. Maar voor de mensen die denken, hoeveel eet je dan eigenlijk? Nou, het valt heel erg mee. Ik heb gewoon het zakje nog over. En ik doe daar echt vaak mee. En ik heb genoten. Oh. En het is nu 10:00 en nu gaan we naar boven. En The Walking Dead. Wat? Ik moet mijn drinken meenemen. Dit is mijn tweede keer 15 minuten. Dus een half uur in totaal. En later krijg ik vragen hoe ik ben afgevallen. Zo. En ook beter eten, maar zo. Trots? Trots. Morgen weer, hè? Ja. Love you. Love you. Wil je hondje erbij? Nee, Zico. Hondje erbij? Zico wil graag een hondje, ik niet. Of nou ja, ik niet klinkt zo lullig, maar ik hoef op het moment... Nee, ik ben te weinig thuis voor een hond en alles en zo. Ja, nee, dat kan even niet. Ik was één ding vergeten wat ik nog moet doen. En dat zijn die broeken terugleggen in de kast. Maar dat ga ik morgen doen. En dan ga ik het morgen allemaal vastleggen. Ik ga nu dus zometeen slapen. En dan zie ik jullie morgen weer. Dag. Good morning. Het is nu maandagochtend. Best wel vroeg. En ik ga naar mijn werk toe. Het lijkt alsof mijn haar gewoon schoon is. Maar hierboven niet. En ik kan het op het moment heel eventjes niet goed wassen, namelijk omdat ik mijn wenkbrauwen weer heel eventjes niet nat mag maken. Ik zet jullie even neer hoor, want ik moet mijn sokken aandoen. Ik ben vanmorgen wakker geworden en ik was echt niet lekker. Pijn in mijn keel, pijn in mijn kop. Oh, maar we gaan natuurlijk gewoon wel voor. En het gaat sinds ik me heb aangekleed ook wel een stuk beter. Dat heb ik wel vaker. Dan moet ik gewoon er even doorheen. En dan gaat het gewoon wel.
vandaag dus gewoon een kantoordag. Vanmorgen ook gebeld door een van mijn stagiairs, die is ziek. Dat is wel zielig. En er is heel veel probleem met de NS waarschijnlijk. Of blijkbaar, want heel veel mensen zijn ook weer getroffen daardoor. Ik heb vandaag een gestreept shirt van de H&M. Het is gewoon een heel simpel shirtje, zeg maar. En deze oversized manatee is van de Kringloop. Ooit een keer nog eens gekocht. En de broek is van Daily Paper. En nu wilde ik eigenlijk dat ik hele mooie soorten chunky sneakers had. Maar het worden fans. Oké, ik zie jullie op kantoor. Ik hoop dat ik wel gewoon een beetje een leuke update heb. Zodat ik de vlog nog wel een beetje leuk kan maken. Oké, we gaan het morgen weer proberen. Want het is nu maandagavond. Best wel laat. Ik heb echt een dramatische dag op werk gehad. In de zin van gewoon heel druk. Dus morgen gaan we het weer proberen. Oké, ik kom toch nog heel veel terug. Omdat ik gewoon nu op het moment heel eventjes die broeken in de laag ga doen. Want ik kan het gewoon echt niet langer aanzien dat die broeken hier op de grond liggen. En dat is niet cool. Dan worden ze alleen maar smerig. Deze is nog niet eens leeg. Auw. Mijn elleboog. Even kijken. Nee, deze zit rot. En die kledingstukken, ik wilde ze eigenlijk gewoon weg doen. Het zijn een beetje slaapdingen die een beetje gewoon helemaal niet goed zijn. Maar er zitten toch een paar dingen tussen die misschien iemand nog wel zou kunnen gebruiken voor wat dan ook. Dus ik ga het gewoon naar de kringloop brengen. De broeken gaan erin. Alleen zijn dit een beetje broeken door elkaar heen. En ik denk dat ik een la nodig heb voor jeans gewoon. Dat zit, meeste zit al hieronder. En dat dit een beetje mijn andere broeken zijn. Dus dit is een chille broek. Dat is een geruite broek. Dit is een chillbroek van Zico. Chillbroek van Zico. Chillbroek van Zico. Chillbroek van Zico. Kan je nog even kijken of je een van deze broeken nog weg zou kunnen doen? Ja, dit is bijvoorbeeld een chillbroek die ik gewoon nou, sinds mijn 16 al heb. Een Abercrombie. En er zit gewoon een gat in de kont. Die ga ik dan eigenlijk misschien maar wel weg doen. Want ik ben er nu ook weer gewoon achter gekomen dat ik genoeg chillbroeken heb, zeg maar, weet je wel. Ja, oké. Nou, dat is alweer een stukje netter. Enige probleem is dus dat ik de broeken die hier nog in zitten, dat ik die eigenlijk allemaal daar eigenlijk ook weer bij moet doen. En dat dit te laat wordt voor Zico. Dank je. Ja. Na anderhalf jaar dat je hier al woont, krijg je nu een la. Nou, we gaan vrolijk verder. Hij gaat gewoon dicht. En in deze jeansla zitten dus wat broeken van Zico. Die gaan eruit. Waar? Uit de ene la en op naar de andere la. Oh, wat een gelukkige mens ben ik. Dan heb ik alle broeken van mezelf. In twee lades. Yes! Ziek? Ja. Wat zou jij blij zijn dat je niet weer iedere keer je broeken kwijt bent. Gewoon in de la. En wat zou ik blij zijn dat Zico eigenlijk geen excuus meer heeft om zijn broeken gewoon midden op de grond. Oh, ik wilde voor de dramatische zeg maar toevoeging nog een broek omhoog trekken. Maar die heeft hij volgens mij vandaag weer aangedaan. Hij legt het gewoon op de grond. Ik denk trouwens dat ik de vlog toch maar gewoon nu afsluit. Oh, we willen misschien nog een katje erbij. En een hond. Ja, Zico wil nog wel een hond. Maar ik weet niet lullig bedoel, maar katten kan je op zich wel zo'n beetje alleen laten. Maar een hond echt totaal niet. Dus dat vind ik zielig. Kantoorhond. Ja, kantoorhond. En dan heb je werknemers die allergisch zijn voor honden. Sorry, je wordt niet aangenomen. Ja, maar ik ben ook een beetje allergisch voor sommige werknemers. Nee, dat vind ik niet waar. Oh. Dat is een grapje, maar dat meent hij niet serieus. Nee. Ik zat toen jij niet keek. En nu deed jij. Nee. Maar in ieder geval bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het toch een beetje een leuk vlog vond. Aankomende zondag komt er weer een leuke video online. En ik ben dus video's aan het filmen voor vrijdag. Dus extra video's. Ik moet even opnieuw op play drukken, want ik kap ermee. Ja.
En als de mensen toch tot hier zijn gekomen, wat moeten ze achterlaten in de comments, Zico? Want nu ben jij er weer, dan kun je me daarmee helpen. Olifant. Omdat daar een olifant staat. Ja, ik dacht eerst olifant, maar ik dacht eerst, nee, ik dacht eerst Bali. Toen dacht ik olifant. Toen dacht ik Bali. En toen dacht ik olifant. En ook even laten weten als je moest schapen. Oké, okay. Olifant. En bedankt voor het kijken. Ik zou het ook tof vinden als je een duimpje omhoog doet voor deze video. Dat zou ik super leuk vinden. En wij gaan nu weer verder met The Walking Dead kijken. En jij gaat hulle roepen. Oh ja, ik ga eerst hulle roepen. Want ik heb weer mijn Vimix gegeten. Doeg! Dat zou toch grappig zijn als je nu switcht als je hulle roepen doet.